Martijn Fischer, wij hebben op de vrijdagmiddag tijdens onze Framibo snoepen we altijd een klein beetje tijd van onze gast af om het shownieuws te bespreken. En dat doen we dan met Bart Ettenkoven, die Leuk. We misschien wel kennen als hoofdredacteur van Weekend. Misschien hoor. Misschien. En anders als presentator van shownieuws bij SBS. Een van de deskundigen aan de desk die we gisteravond nog vaker zien. Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik dan wel gezien. Dat heb je wel gezien. Je hebt wel naar Bart zitten kijken. Ja. Ah, kijk. Nou, hoor je dat maar, Martijn? Hard. Ik vind dit hard, hoor. Dat is heel hard, ja. Maar Chantal en Bart verkiezen boven jou. Dat is feitelijke informatie die ik nodig heb voor een programma. Ah, oké, het is ook altijd wel goed. We komen hier wel weer overeen samen. Ja. Maar je komt nog wel een keertje, toch? Nou, ik hoop dat ik nog een keer ga samenspelen met hem. Zou je samen met hem willen spelen? Het was bijna gebeurd, hè? Wat had je dan gespeeld? Ik heb 3 keer auditie gedaan voor de musical High Geloof. Voor Rachel? Ja. Nee, voor kleine Roxanne. Had je wel willen zien doen met een leuk jurk. Ja, nou, haar had je al. Ik kan een hoop hebben, hoor. Goed zo. Weet ik wel. Goed. Bart, we snoepen nou wat tijd af van jou. Goedemiddag, leuk dat je er weer bent. Goedemiddag. We beginnen altijd, heb jij een vraag voor onze gast? Jeetje, nou ja, Martijn heeft een nogal onrustig liefdesleven gehad. Hij heeft veel in de bladen gestaan de afgelopen jaren met relaties die uitgingen. En toen weer hele mooie nieuwe vriendinnen had. En die gingen toen ook weer. Toen bleek ineens weer een nieuwe vriendin zwanger van hem te zijn. Dus je hebt veel in de bladen gestaan. Ben je nu geland? Dat voelt wel zo, ja. Maar ja, dat voelt wel zo. Kijk, ik ben eigenlijk gescheiden en toen kreeg ik een verkering. En dat ging uit en nu ben ik met Ingeborg. En dat gaat al heel lang goed en we hebben het heel gezellig. Dus dat is wel veelbelovend. Zit ze ook in het vak? Ja, ze is ook in mijn... Ingeborg Wieten? Nee. Ingeborg Helder. YouTube moet je eens kijken. Ze heeft allemaal leuke liedjes op YouTube. Ingeborg Elsevier. Is het Ingeborg Elsevier? Valt op oud. Wat leuk. Nee, toch. Vind ik trouwens wel een heel leuk mens, Ingeborg Elsevier. Hey, maar helpt dat als je iemand uit het vak hebt? Nou, dat is wel gezellig. Ja, we treden samen op. En we gaan. We zijn nu bijvoorbeeld theatertour aan het voorbereiden samen en zo. En zij arrangeert dan alles. Mm-hmm. Dat is wel heel gezellig en leuk, ja. Het is wel leuk dat je dat zegt, want we hadden 2 weken geleden Marlijn Weerdenburg hier. Ja. En haar man werkt ook in de... Die is cameraman, geloof ik. En die heeft juist gezegd, ik wil absoluut niet met hem werken. Als ik een klus ga aangeboden, kijk ik eerst wie de crew is. En als hij erop staat, doe ik het niet. Echt waar? Ja. Ja. Ik ga toch eens met hem praten. Doe dat maar. Het is echt een aanrader. Bart weet er alles van. Dat is zo, hè, Bart? Een relatie met iemand in het vak. Nee, ik heb het nog nooit gehad. Was het ook niet van plan. En volgens mij, Martijn, zijn vorige relatie was ook iemand uit het vak. Ja. Die werkte toen bij Stage Entertainment. En dat is toen niet goed gegaan. Dus het is niet per se een vrijbrief dat het altijd goed gaat. Nee, dat is waar. Nou, dat geldt voor elke relatie natuurlijk. Hè? Ook als je met de bakker gaat op de slijterij. Ja, goed. Precies. In jouw geval zou ik niet met een slijter gaan, Marco. Ik niet, nee. Dan gaan we het vragen een probleem, hè? Ja. Lijkt me een slechte combinatie. Ja. Goed, dankjewel, Bart. Tot volgende keer. Autoverhuurder. Nee, hoor. Dat is wat. Wat zei je nou? Een autoverhuurder, dat is wat. Is dat wat voor mij? Ja, dat denk ik wel. Hij verkoopt ze, hij verhuurt ze niet, hè? Oh, dat maakt het niet uit. Nou, allemaal autohandelaren. Als je ze verkoopt, ben je er vanaf. Dat is lekker. Dat is wel lekker, ja. Goed, nou jongens, even serieus. Ja. Het shownieuws. Bart, wat leeft er in showbizland? Ja, eigenlijk iedereen heeft het eigenlijk maar over één ding. En dat is dat Gordon weer gaat zingen. Dat is eigenlijk wel gewoon een hot topic overal. Van de week maakte hij zelf bekend dat hij richting New York ging om naar de beste KNO'ers ter wereld te gaan. Om te leren zingen. 4 jaar geleden af. Wat zeg je? Hij heeft 4 jaar geleden afscheid genomen van zijn zangcarrière in een bomvol concertgebouw in Amsterdam. Iedereen die daar was, die wilde er zeker van zijn dat hij echt nooit meer zou gaan zingen. Hij heeft het ook beloofd. Hij heeft het beloofd. Met de hand op zijn hart. Maar ja, het bloed kruipt natuurlijk toch waar het niet gaan kan. En laten we wel zijn, jongens, het is wel zijn eerste grote liefde. Kijk, we kennen hem nu natuurlijk allemaal als presentator, als entertainer, als grappenmaker. Maar hij is natuurlijk in wezen gewoon zanger. En als je natuurlijk je eerste grote liefde niet meer kan uitoefenen, omwille van allerlei redenen, waar hij zelf ook overigens aan mee heeft geholpen. Hè, want hij zegt ook, mijn stem is voor een deel naar de Filistijnen gegaan dankzij mijn drank- en drugsgebruik. Maar een ander deel weet hij toch ook aan het medicijngebruik wat hij moest nemen vanwege al zijn reumatische klachten, psoriasis, andere ziektes die hij heeft. Dus hij zegt, ja, dat heeft mijn stem zo aangetast. En hij was eigenlijk in de veronderstelling dat dat onherstelbaar was. Maar die KNO-arts, die vertelde hem gisteren in New York dat er eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand is. Dat hij gewoon zanglessen moet gaan nemen. Dus misschien wat zangtherapie. En dat die stem dan gewoon weer op een oud niveau kan terugkomen. Zodat hij, kon ik nog maar even bij je zijn, weer loepzuiver kan gaan zingen. Nou, dat was voor Gordon natuurlijk een fantastisch nieuws. Ja. Hij heeft, toen hij in die afkikkliniek zat vorige maand in Zuid-Afrika, ook al nieuwe nummers geschreven. Hij kreeg daar inspiratie. Dus daar ligt al nieuw materiaal klaar. Dus hij kan eigenlijk zo, als hij terugkomt in Nederland, de studio in om opnieuw nummers op te nemen. Ja, nou ja, misschien moet hij eens met Roxanne Hazels gaan praten, want die heeft ook de autotune uit
ontdekt. Nou, dat doe je toch onaardig. Je hebt wel geluid, maar... Ik vind Rox goed zingen. Ik vind Rox, ja. En ik heb Gordon ook wel eens live gezien. Ja. In een soulconcert, dat is geweldig. Vond ik echt heel goed. Maar het is wel heel lang geleden, maar het zit er absoluut in, hoor. Nee, ik was bij zijn afscheidsconcert in het Koninklijke Concertgebouw. Was dat? Het Koninklijke Concertgebouw in Amsterdam. Was jij daar ook bij, Bart, trouwens, toen? Dat afscheidsconcert? Nee, ik heb het wel later op televisie teruggezien. En ik vond dat wel een soort... Ik kreeg bijna... plaatsvervangend. Ja. Je verstond hem bijna niet. Nee, het waren ook duetten. Met nog aan. Ja. Dus die kleine trouwens. Ja, sorry. Eigenlijk vijf jaar te laat gestopt met zingen. De laatste 5 jaar zag je hem struggelen en worstelen. Maar ja, hij wilde nog zo graag. Ja, ja. En dan is het natuurlijk heel frustrerend. En uiteindelijk heeft hij noodgedwongen toen zijn zangcarrière aan de wil gegaan. Ja. Maar ja, bedoel, voor hetzelfde geld. Als het nu Henry heeft, die stem natuurlijk ook 4 jaar rust gehad. Ja. Dus voor hetzelfde geld blijkt het nog wel. En wat Martijn zegt, hij heeft natuurlijk wel... Zeker in die soulhoek, daar was hij echt wel fenomenaal en heel goed. Dus kijk, we kunnen natuurlijk allemaal grappen over. Ik heb een hond die hier ja, vind het gek. Bij het idee dat Gordon opnieuw nummers gaat opnemen. Had je de cd opstaan van Gordon? Oh, ik begin te blaffen. Oh. Hij is gewoon getriggerd op het woord Gordon alleen al. Ja. Goed, is er ook nieuws? Oh, ja, ik ben wel blij voor hem dat hij weer gewoon vind ik ook. De bak kan. Ja. Inderdaad, die oude liefde gewoon lekker zingen. Geen gedonder. Ja, vind ik ook. Draak, hou eens op, want die hond heeft draak. Wat is er nog meer? Wat hebben we nog meer? Nou, Bo van Erf en Doorns is natuurlijk heel veel in het nieuws de afgelopen week. Wat vinden jullie ervan, jongens? Hebben jullie de nieuwe show gezien op de late avond bij RTL? Ik denk opstartproblemen. Nou. Want? Nou ja, een decoortje wat nog niet helemaal lekker zit. Format wat nog niet helemaal lekker soepeltjes loopt. Ik vind ook, er ontbreekt iets aan gezelligheid. Iets warm, luchtigs. Gewoon waar iedereen zegt van, oh, dat is leuk. Toch de artiest uit RTL Late Night mis ik ergens een beetje. Ja, 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 de atmosfeer van het publiek, dat ze in een kroeg zitten. En niet netjes opgestapeld. En dat er iemand voor ze staat wanneer ze moeten klappen en wat roepen of zo. Een beetje Jensen gevoel krijg ik er ook dat op bij. Dat is een beetje gekunsteld nog. Ja, het is natuurlijk Amerikaans en ze willen bewust wat anders dan weer zo'n tafel. Dus ik vind op zich wel het proberen waard. En wat ik wel leuk vind is dat het wel boven een spontaniteit ook heeft. Hè. Er zit niet echt een stramien in. De ene keer wordt er gezongen aan het eind. Van de week deed hij met Paul de Leeuw een quizje aan het eind. Het is niet zo... Een vast stramien, ja. Al die programma's ziet, dat je weet wat er gaat komen. En dat is eigenlijk wel wat de kijker ook altijd heel prettig vindt. Dat je weet, oké, na dat krijg je dat. En dan komt Luc weer met zijn blokje. En vervolgens eindigen we dan altijd met een optreden. Ja. Uiteindelijk is dat wat kijkers toch heel prettig vinden. En vast format waar ze aan kunnen vasthouden. En dat ze iedere avond eigenlijk op hetzelfde taartje kunnen rekenen. En dat ontbreekt inderdaad. Maar ze zijn waarschijnlijk ook nog zoeken om te kijken wat werkt er wel, wat werkt er niet. Of misschien willen ze het juist wel zo onvoorspelbaar houden. Want dat past natuurlijk wel heel erg bij Bo's en karakter. Ja. Heb jij gekeken, Martijn? Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar ik maak me er ook niet zo heel veel zorgen over. Want inderdaad, die schwung die hij met zich meebrengt. Ik ben natuurlijk heel erg positief. Ik kan er niet anders naar kijken. Maar hoe negatief wij zijn, zo positief ben jij eigenlijk? Eigenlijk wel. Ik ben wel positief over Bo. Nee, want hij weet zich wel staande te houden. Echt? Tussen alle onzekere factoren waar hij mee te maken heeft. Dat is televisie. Dat zul jij ook weten. Ik vind dat knap. Jij kan jezelf prima zijn, maar er zijn zoveel input dingen waar je dan mee te dealen heeft. En dat kan hij als geen ander. Ik vind het wel onderscheidend. 100 jaar ervaring. Ik vind het wel onderscheidend. Want het verschil tussen bijvoorbeeld een Jinek of een Pauw, en als je dan naar Twan Huis ging kijken, dan was het allemaal een beetje een beetje allemaal hetzelfde. Ja. Dus dit is wel echt een keuze die je maakt. Van kijk je naar het nieuws van de dag op een wat serieuzer manier, dan kijk je naar Jinek of naar Pauw. En wil je toch wat luchtigs in een andere ambiance, dan kijk je naar Bo. Het is echt wel degelijk een talkshow die het verschil maakt. Ja. In dat opzicht. Wat ik een heel groot verschil vind, ook met hem en bijvoorbeeld een voorganger als Twan Huis. Twan had natuurlijk er nergens enige vorm van zelfspot. Hè. Als het ging over slechte kijkcijfers of zo, dan zag je hem al verstrakker. Zo van, oh god, gaat het over mij? Ja. En Bo stelde zich eigenlijk in zijn eerste show meteen heel kwetsbaar op door een liedje te zingen waarin hij zei, nou, maak me allemaal maar af, mijn strop hangt al klaar. Jinek en Pau zijn Maar zo moet je er ook in stappen, denk ik. Ja. Ja. Zo moet je erin stappen. En ik hoop ook dat hij dat het blijft doen. En Bo Kennende zal hij dat altijd blijven doen. En die zal niet weglopen voor kritiek. Of die zal daar gewoon op ingaan. Ja. En die heeft voldoende zelfspot om daar goed mee om te gaan. Ik denk ook wel dat als het iemand lukt, dan is het Bo wel. Dat denk ik bedoel, Jimmy Fallon was in het begin natuurlijk ook niet gelijk sky high.
Dat had ook eventjes tijd nodig. En ja, daar is het natuurlijk wel van afgeleid. En de nou, verrassing, hè? De het is een vak apart, hoor. Ik geef het je te doen. Zo'n heel programma. Erin. Elke dag, ja. Ik vind het alleen al heel dapper. Voor mij mensen denken... Een half voor de poging. En echt origineel zijn. Positief ben je, zeg. Positief en leuk. Ja, absoluut. Ja, ja, je moet er maar aan gaan staan. De mensen denken, hij komt om 10 uur binnen en zo. Maar goed, we zijn alweer te lang, Bart. Ah, ja. We moeten André nog eventjes hebben. Ja, we gaan... André? André Hazes? We heel is kort nieuws dan, over? Want André moet ook nog zingen. Ja, dat moet allemaal voor tweeën nog. Maar dit is wel... Laten we Martijn lekker gaan zingen. Oh. Maar nou, ik heb nog wel een vraag trouwens. Want er komt natuurlijk weer een Zij gelooft in mij in de theaters. Echt waar? De versie. Ga jij dat doen, Martijn? Of ga je dat niet doen? Oh. Nou, ik ben daarover in gesprek met Albert. Maar we zijn, het is nog niet, er is nog geen kogel door de kerk. En dat vind ik ook zonde. Trouwens, die kerken die staan. En ligt dat aan geld of waar ligt dat aan? Nooit aan geld. Want daar, als je daar dingen, als dat je motivatie is, dan... Moet je gewoon heel snel ophouden. Nee, dat zit hem in bijvoorbeeld dat ik eigenlijk ook mijn privéleven een beetje wil beschermen. Inderdaad, daar waar je het net over had. Al die ellende, die is ook een beetje ontstaan. Shows per week doen. Dat vind ik heel moeilijk. Ik dat vind ik gewoon eng, als ik heel eerlijk ben. Ik vind dat gewoon... dat heeft de vorige keer best wel een wissel getrokken op mijn hele zijn eigenlijk. Maar ook gewoon op mijn privéleven. Ja. Nou, daar wil ik nu wel echt voor waken. Dus als je qua geld uitkomt en je zou qua speelbutten eruit komen, dan ga je het doen? Geld speelt echt, ik zweer het je. Ik weet niet. Nee, maar dat heb je net ook verteld. Je bent voor grote projecten gevraagd, heb je gewoon nee gezegd. Ja, ondanks dat kan me echt niks schelen. Maar als het leuk is om te doen en het is voor mij... ik krijg het gevoel van het is haalbaar, ik kan dat waarmaken. Nou, dan ben ik er absoluut heel enthousiast over. Ik vind het geweldig dat ze het weer gaan doen. En als jij het nou niet doet, of als jij het nou samen met iemand zou gaan doen... Nog even kort, Martijn. Wie zou dan bijvoorbeeld jouw meest geweldige understudy zijn? Ik zou het namelijk echt niet weten oprecht. Nou, ik denk dat het sowieso een onbekend iemand moet zijn. Want anders zit je toch te kijken naar iemand die... Paul de Leeuw heeft bijvoorbeeld ooit auditie gedaan. Ja, je kijkt dan toch naar Paul de Leeuw. Hoewel die het waarschijnlijk geweldig zou kunnen. Maar ik zou denken, Fabian Jansen was ooit mijn alternate. En Frank Lammers. Maar in die hoek zou je het natuurlijk prima kunnen zoeken. Dat zijn echt bekwame acteurs. Ja, oké. Nou, goed antwoord, Bart. Ja. Ja, dan kunnen ze het samen gaan delen. En dan kan Martijn en zijn privéleven in stand houden. En een fantastisch mooie rol in de theater spelen. Ik kijk ernaar uit. Leuk. Wij ook. En we kijken ook weer uit naar volgende week. Bart, ik hoop dat je er dan weer bent. Dankjewel. Volgende week hebben wij trouwens... wie hebben we eigenlijk volgende week? Dan kun je alvast nadenken over vragen, Bart. Hebben we de Brownie Dutch? Hebben we dan de bingo? Nee, Brownie Dutch. De 20ste is wel leuk, Bart. Misschien kun je wel langskomen dan zelfs ook. Dan zijn er veerkampjes hier om een bingo te spelen. En Thomas Bergen komt zingen. En we hebben nog iemand hartstikke leuk. Ja, we hebben nog iemand nodig voor de ballen te draaien.